Zo. Meneer Gins, goedemiddag. Goedemiddag. Alles goed met u? Nee, maar heel veel. Dat is al belangrijk. Ik pik u op in het centrum van Leuven. Ja. Waar gaan we naartoe? We gaan naar het gemeenteplein van Huldenberg. Langs de mooiste baan van Vlaams-Brabant. En ik denk zelfs ik van heel België. Hola. Ja, ik ben benieuwd aan welke. Dat is goed. We gaan vertrekken. Voilà, we zijn weg. Ik pik u op in het centrum van Leuven. Wat was u hier aan het doen? Wel, meestal geef ik hier les. Ja. Ik heb nu zo'n 35 jaar les gegeven aan deze universiteit. En alle aulas van de KU Leuven, denk ik, hebben mij wel eens te gast gehad. Ja. Welke vakken geeft u nu nog? Ik geef nog vennootschapsrecht, bank- en effectenrecht en deontologie. Ja. Maar de twee eerste vakken, daar geef ik maar een inleiding van of een paar technische stukken, afhankelijk van het jaar. Deontologie, dat geef ik nog helemaal zelf. Ja. Maar dat blijft een geweldig ingewikkeld domein. Mensen kijken er van buitenaf naartoe. Die horen u dan bijvoorbeeld zeggen, ik zou graag het aantal gevangenen doen afnemen, maar ja, de gevangenissen zitten nog wel altijd vol natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Je moet altijd naar de echte cijfers zien. Ik ben begonnen met een kleine 12.000 gevangenen. Ik heb er nu nog 10.500. Dus, het zijn er minder. Het zijn er minder, maar de capaciteit van mijn gevangenissen is maar 9.500. Dus we zitten toch nog met een overbevolking die net boven de 10% ligt. Wat laag is in vergelijking met andere landen. Maar het is natuurlijk zo dat het in sommige gevangenissen hoger ligt dan 10%, terwijl er in andere een nette bezetting is van de theoretische capaciteit. Wat mensen niet begrijpen is dat gevangenissen de enige plaats zijn in België waar het niet één persoon, één bed is of één kamer. Je kan niet in een jeugdinstelling of in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis binnen als er geen plaats is. Ja. In een gevangenis kan dat wel. Dus gevangenissen bijbouwen dan? Wel, we gaan naar een theoretische capaciteit moeten gaan die toch een duizendtal meer. Of het aantal gevangenen nog verder verminderen. En we gaan de twee moeten doen, want je hebt altijd een beetje reservecapaciteit nodig. Omdat bijvoorbeeld het aantal voorlopige hechten, stel je voor dat er een bende is die moet worden opgesloten in, ik zeg maar iets, Dendermonde. En dat zijn 30 mensen die men terzelfde tijd vat en men wil die alle 30 een tijdje aanhouden om ze simultaan te kunnen ondervragen. Ja, dan heb je een soepapcapaciteit nodig. Ja. U mag het handschoenkastje eens even openen, meneer Gins. En daar zit een tablet in, waarop de kleine man van de ideale wereld. Kent u hem? Ja, ik heb hem al eens gezien. Ja, hij heeft ook een vraag voor u. Dus u mag... Dag meneer Gins. Als ik mij niet gedraag op school, krijg ik straf. En minder punten. Als ik daarna nog eens het varken uitdang, word ik twee keer zo hard gestraft. Maar voor automobilisten is dat vaak niet het geval. Na een straf of een boete krijgen ze gewoon een rijbewijs terug en kunnen ze zonder problemen weer de baan op. Ook hardleerse wegpiraten. Moet er niet dringend een rijbewijs met punten komen, zoals bij mij op school, meneer Gins? Ik kan er mij natuurlijk gemakkelijk van afmaken en zeggen dat mijn partij altijd voor een rijbewijs met punten is geweest. Uh-huh. Maar dat dat in de regering, vooral langs de Franstalige zijde, onmogelijk is. Op dit ogenblik nog. De rijwegen in Wallonië zijn breder. De snelheidsovertredingen gemiddeld nog iets zwaarder. Ja. En dus het is met ook deze, nogthans heel constructieve regeringspartner, de MR, onmogelijk gebleken om daarover eenstemmigheid te bereiken. Voor hen is de auto nog altijd koning. Waar ik van droom, hebben dat nu al een beetje met het alcoholslot. Dat is dat binnen dit en een tiental jaren elke auto zo zal uitgerust zijn dat niemand ermee kan vertrekken die er niet de wettige bestuurder van is en die niet op dat moment over een geldig rijbewijs beschikt. Ja. Want anders blijft dat dweilen met de kraan open. We zijn heel streng en de politierechters doen uitstekend werk. Maar het moeilijkste is altijd dat mensen die gestraft zijn of zelfs die nog nooit een rijbewijs gehad hebben in hun leven plots achter hun stuur kruipen en beginnen rijden. Een moeilijke materie, misschien niet iets om vrolijk van te worden, wel iets om vrolijk van te worden. Een plaatje dat u gekozen hebt. Ik ga het gewoon even opzetten, hè. Een beetje muziek zo onderweg. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk. Kent u de tekst? Vrolijk,
Ja, die ken ik, ja. Dus het, laat u gaan, hè. Ja. Dat is het liedje dat... ik heb een heel grote bewondering voor Herman van Veen. Dat is een artiest uit mijn jonge jaren, uh-huh, natuurlijk. En mijn vrouw heeft mij onlangs een boekje gegeven van Veen, waarvan de titel is Ouder worden, en dat is merkwaardig van toepassing op ons. Verder zeg ik daar niks over, maar we worden ook een beetje ouder. En mijn moeder danste op dit nummer altijd met mijn kinderen toen ze klein waren. En dan kwam ik thuis, als ik wat te vroeg was, op woensdag, rond 5-6 uur. En dan waren ze volop katoen aan het geven, ja, op dit nummer. En dat was heerlijk om te zien. We reden net een affiche van u voorbij. Hè? De lokale, ja, afdelingen hebben hun werk gedaan. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Er wordt keihard gewerkt. Het is altijd zo dat ik me afvraag, zijn die borden nog van deze tijd? En dan denk ik toch weer, ja, het is en. Het is voor een stuk de klassieke media, het is voor een stuk de sociale media en het zijn voor een stuk de bordborden. Stel, de kiezer laat het u toe om na 26 mei... ja, voor te doen. Zou u dat dan liefst doen opnieuw als minister van Justitie? Of is er toch iets anders dat u ook aanspreekt? Wel, ik heb geleerd nadat ik minister van Financiën ben geweest in de vorige regering, mm-hmm, om daarover geen uitspraken te doen. Dat is niet gemakkelijk. Maar dromen mag, hè, meneer Geens? Ja, dromen mag, maar toch doe ik er geen uitspraken over, omdat het maakt jezelf ook heel kwetsbaar, hè? Ik dacht toen dat ik opnieuw financiën ging krijgen. Iedereen dacht dat. Uh-huh. En dat is pas op de laatste nacht, toen Chris Peeters geen premier werd, justitie uitgegaan. Ja. En ik ben heel gelukkig geweest op justitie. Dus dat is een van de wetmatigheden in mijn leven. Dat ik dikwijls ondervind dat een oplossing die aanvankelijk er tweede best uitziet, dat ik die veel beter vind dan degene die ik aanvankelijk verhoopte. Maar om duidelijk te zijn, ik zal zeker niet nee zeggen op justitie. Ik zal dat met plezier terug doen. Maar ik sta daar een beetje onthecht tegenover, uh-huh, omdat het niet anders gaat. De politiek is te onvoorspelbaar om daar domme dingen over te zeggen. U hebt toch al een paar keer ook laten vallen, eigenlijk, als we het programma van CD&V zouden uitgelegd krijgen aan de mensen, of als ze het eens zouden lezen, dan zou het misschien beter zijn. Waar schort het dan? Ja, dat is zeker zo dat het type politici dat wij zijn en vooral het soort programma van redelijkheid dat, uh-huh, wij naar voren brengen, en dat natuurlijk aan het einde van de rit het enig mogelijk is. De communicatie is zeker een element dat beter kan, maar dat heeft veel te maken met het feit dat wij de mensen niet achterna lopen. Wij zeggen niet wat ze willen horen. Zou u dat dan niet beter wel eens doen soms? Nee, dat denk ik niet. Omdat ik er nogal een hout om te doen wat ik zeg, nadat ik gezegd heb wat ik ga doen. En degenen die de mensen naar de mond praten, dat is mooi. En dan, gisteren zat ik in een debat, overigens met goede collega's, geen probleem, op de raadtelevisie, met Maggie de Blok en Theo Frank. Ja? Zij hebben 8 jaar dat departement beheerd. Samen, migratie. Ja. Ze zitten elkaar dan de loef af te steken, te kibbelen over details. Maar dan vraag je, kijk, je hebt dat nu 8 jaar mogen doen. Ja. Waarom verdedig je niet wat je hebt gedaan? Ja. In plaats van voortdurend te vertellen dat er geen vreemdelingen meer naar hier mogen komen. Terwijl iedereen weet dat minstens nog de eerste 5 jaar Europa niet zo ver zal zijn dat er geen vreemdelingen meer naar hier kunnen komen. Mm-hmm. Ik zie dat niet gebeuren. Ja. Dus dat is mensen een rat voor de ogen draaien. Dat klinkt goed, maar dat heeft niet veel betekenis, mm-hmm, wat mij betreft. Ik beloof aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook geen dingen die ik niet ga doen. Ik ga mij hier parkeren, meneer Geens, want we zijn ongeveer, denk ik, op onze plaats van bestemming aangekomen. Ja. Zo, dan hinder ik de rest van het verkeer niet. Ik heb nog 5 heel korte vragen voor u. Doe maar. Korte vragen met korte antwoorden. Ja. Oké, okay? Prima, daar gaan we. U wilde ooit rector van de KU Leuven worden? Stel, u mag nu kiezen. Rector of minister? Ik zou in dat geval kiezen om terug minister te worden. Oké, okay, prima. Mijn vrouw zegt altijd dat ik te veel... belang hecht aan wat ik op dat ogenblik aan het doen ben. Oké. Okay. Mijn kleinkinderen zijn voor mij... heel, heel, heel veel. Mijn lievelingspoliticus van een andere partij, dus buiten CD&V, is...
Charles Michel. En ik heb het laatst gedanst toen... Is het lang geleden? Ik heb het laatst gedanst... Dat is een moeilijke, ja. Toch is het niet zo lang geleden. Op een huwelijksfeest heb ik het laatst gedanst, ja, met mijn vrouw. Super. Meneer Gijns, dank u wel voor deze fijne babbel. Veel plezier. Voor deze fijne rit. Veel succes. We doen ons best. Binnenkort en graag tot nog eens.